Yo guys, Let's hier, met vandaag een nieuwe video en vandaag is de laatste aflevering van Minecraft Hardcore. Ik weet niet of ik hier klaar voor ben, maar het is effectief. We gaan tegen de motherfucking Ender Dragon vechten. Ik heb offscreen mijn laatste voorbereiding gedaan, zoals alle potions te maken die we nodig hebben. Ik heb de Ender Pearls verzameld, ik heb zelfs die Ender Pearl te veel. Woehoe, flex flex. Dit, dat, cold apples, de glass bottles, die had ik ook nodig als, je hoort dat ik zo zeer, wacht even, als ender dragon, zo van de dragon breath toe, hè. Zo, en ik raak er niet snel van af, dan kan ik die glass bottles gebruiken en dan gaat het daar allemaal in. Ik kan dus zo trouwens mijn inventory wisselen. Die chest ga ik hier zetten. Een hoop ladders, die was ik vergeten. Mochten de Endermans ons het leven zuur maken, de Carved Pumpkin, dan heb ik ook nog deze. Nu, de Speed Potions zijn niet echt nodig. Maar ja, ik had ze toch meedoen, denk ik. Ja, je weet nooit, I guess. Deze boog doe ik ook mee. Wat ik nu heb zitten denken is eigenlijk: waarom? Ik kan even hoe. Mensen gaan nu denken: what are you doing? Waarom maak je niet je pickaxe? Dit is een Fortune 3 pickaxe, maar die mijnt niet zo super snel. Het is diamond, mijnt sowieso wel redelijk snel. Ik ga de rest allemaal wegdoen trouwens. Maar ik heb liever een diamond pickaxe met efficiëntie 2 of zo dan een Fortune 3, want daar ben ik gewoon iets meer mee, snap je? Oké, laatste keer dat we gaan enchanten. Voilà, efficiëntie 2, wat ik wou, mooi. Oké. Dus dat wordt onze pickaxe die ons gaat bijstaan. Dit schild mag ook weg. En we gaan ons schild gebruiken dat we altijd hebben gebruikt. Oeh yeah, fucking cool. Ik heb ook mijn chestplate hersteld, dat was ik ook vergeten te zeggen. En dit mag ook weg. Sticks mogen ook weg. Toortjes mogen ook weg. Een boog ga ik daar doen. En voor de rest. Dan ga ik de Eye of Enders maken. 1, 2, 3, 4, 5, 7. Oké, dan hebben we een zevende Eye of Ender voor de fun. Boom, 9 Eye of Enders, perfect. De Carved Pumpkin, de Cobblestone. Die gaan we als eerste moeten gebruiken. Slow Falling Potion. Zo, regeneration. Wacht, nee. Oh, oké. Sorry, game. Sorry, hoor. Oh man, ik ben zo zenuwachtig. Dat is net zoals je zo heel het jaar aan een eindwerk hebt gewerkt en je moet gaan presenteren. Het voelt legit wel zo. En ik hoor sommige mensen denken van, dude, het is fucking Minecraft. En ja, dat heb je gelijk in, man. Zenuwachtig lachje. Oké. Op zich, de rest gooi ik er gewoon in, I guess. Man, 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 man. Oké. Doggos. Het was een genoegen. Laatste keer dat we Doggo 2 zien, laatste keer Doggo 3. En misschien dit huis wel, misschien dit alles. Ik had trouwens die boom moeten omhakken. Oké, dag bootje. Dag. Dag Bayem, dag alles. Oh man, man, man. Ik kan het niet geloven, ik kan het niet geloven. Oh my god. Hopelijk gaat dit goed. Oké. Ik ga mijn bed niet meedoen, want als ik dood ben, dan ben ik dood en dan moet ik niet respawnen. Dus toch nog een paar voordelen aan hardcore. Doe ik trouwens mijn laatste cola. Nou, mijn ma wil geen cola meer kopen, omdat dat ongezond is en hij is ook ongezond. En ja, mezelf nog iets te lui om cola te gaan halen, dus ja, oké. En nu ga ik dood door die zeetempel tussenin. Nee. Maar ik moet echt geen stomme acties pullen. De end durft wel eens te buggen, maar ik heb toch geen backup genomen. Ik heb er nooit een backup genomen. Want ja, dat is, in mijn opinie is dat gewoon cheaten, want laten we eerlijk zijn. Ga je jezelf kunnen beheren als je geen backup maakt? Nee, dan ga je sowieso verder spelen. Mocht je legit doodgaan. En dat is niet de bedoeling, snap je? Nee.
En voor de mensen die denken dat dit de tweede of de derde keer of zo. Ja, ik ben echt. Ik ben real. Ik ben real. Je ziet ook gewoon hoeveel stress dat ik heb. Anders zou ik niet zoveel stress hebben. Oh, ik kan het niet geloven dat ik naar de Ender Dragon aan het gaan ben. Yo. Yo. Ik heb er denk ik nog nooit zo'n spannende finale gehad in een Let's Play. En ik weet niet wat ik ga doen als ik de Ender Dragon faal. Ik weet het echt niet. Ik weet het niet. En ja, kijk, als ik doodga, het is maar een game, snap je? Oké, het is meer dan een game. Het zal echt enorm jammer zijn mocht ik doodgaan. Want als ik het overleef, dan vind ik dat ik mijn eigen de Minecraft King mag noemen. Van YouTube toch? Van YouTube België? Of YouTube Vlaanderen? YouTube Mini of zo? Ja, ik heb toch wel stress. Maar ja, hé. Ja. Ik moest straks mijn trampoline uit elkaar halen, godverdomme. Voor de mensen die me afvragen waar ik eerst kobbel in mijn dingen heb, mocht mijn eilandje niet recht onder spawnen. Visible confusion. Dat zijn wel fucking bunnies. Op zich, ik kan mijn Eye of Ender wel gooien, want ik heb één Eye of Ender te veel. Om dan te zien waar dat is, hè. Ja, hoe ben ik nu zo retard om verkeerd te varen? No. Ja, dat is al een goed begin, hè, verdoemen. Ja, wacht, hè. Ja, ik heb één of Eye of Ender te veel, dus. Oké, het is naar daar. Mag ik die terug? Oké, het is naar daar. Het is naar daar. Ja, hey. Dat is toch goed dat ik er eentje te veel dan heb of zo. Ja, daar is een village. Oké, ja, en daar is mijn cobblestone hutje. Oké. Maar ik was goed verkeerd gevaren, holy shit. Oh. Snel naar binnen gaan. Voilà. Close the front door. Het is ook. Oh, Anne, ja, oké, wacht. Die troef ga ik nog even moeten weggooien. Dat zijn al de blokjes die ik vorige keer heb achtergelaten. Good job, you played yourself. Oké. Oh my god. Ik kan dit niet geloven. No. Heb ik nu twee Eye of Enders tekort? Hoe kan dat? Oké, dus voor een retarded reden dacht ik dat we in totaal 9 Eye of Enders nodig hadden in plaats van 12. Dus daarom kwam ik er 2 tekort. Maar geen nood, ik ben ze offscreen gaan halen. Laten we gewoon verder gaan met deze spannende conclusie. En ja, yeah, let's motherfreaking go. Oké. Ik ben terug. We gaan in de endportal. Dus oké. Ik ga natuurlijk eerst mijn twee laatste Eye of Enders erin doen. We zijn nu 2 uur later. Ik heb even moeten zoeken, maar. Oké. Ik ga er nog niet in natuurlijk. Ik vraag me af hoe het eruit ziet aan de onderkant. Ik ben benieuwd. Yo, dat is tricky shit. Langs de onderkant kun je niks zien. Een keren. Ik ga de blokjes pakken. Ik ga night vision doen. Ik ga ook wel eentje van de slow falling doen. Oké, dus eerst night vision. Here you motherfucking go! Oké, bouw, 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 bouw. Oeh, bouw, bouw, bouw. Ender Dragon, durf mij eraf te dieven. Oké. Oh ja, juist, ik heb slow falling. Oké. Oké. Nee, niet in de ogen kijken, niet in de ogen kijken. Oké, Ender Dragon is daar. What the fuck, voor een kutland is dit?
Kijk, hij is nu daar aan het feesten. Eerst al die torens. Ga weg, hoofd. Oh, dit is een Enderman boos. Denk ik. Waar is de draak? Allee, zeg. Au. Zeg, stop. Au. Oké, slow falling is nu wel een beetje irritant. De game ziet er trouwens zo raar uit door... Come on. Zeg. Shut the fuck up. Ga weg. Waarom stuk ik zo hard? Ik kan wel verder moeten staan, denk ik. Ik was met die bezig, hè? Nee, met die. Oh my god. Ja, oké, that's it. Die in één keer? Fuck you. Come on. Au, au. Ik vind wel dat ik een heel raar terrein heb. Niet? Zeg. Ja, deze gaat nog even duren. Ja, ik heb er twee getriggerd. Ja. Oh, fuck. Heb ik er nog een getriggerd of niet? Oké. Waar was ik? Ik was met die grote bezig. Oh, dat had hem kunnen zijn. Ja, lekker. Oké. En ik heb er nog één getriggerd, denk ik. Ik heb die trouwens. Maar die ben ik vergeten. Om eerlijk te zijn, ik weet niet meer met welke dat ik bezig was. Jong. Ik ben het vergeten. Oeps, sorry. Draakje. Zeg, wanneer is die slow falling nou voorbij? Oeh, ik wil een enderpearl. Geef mij de enderpearl. Zo. Oké, even eten. Heeft hij nog geld van een dier? Au. Nee. Zeg, wanneer is die slow... Ah, slow falling is voorbij, bedankt. Even kijken waar hij nog geld heeft. Oké, van een dier precies nog. Man, man, man. Aha. Oh, ik dacht dat die in één kering hebben. Regeneration. Ja, ik weet dus al niet meer welke dat ik niet had en welke dat ik wel had. Die al sinds niet precies. Ja, fucking hell. Aha. Sorry. Waarom zeg ik sorry? Je hoeft mij vermoorden. Oké, even de makkelijke torens. Oh, zeg. Waarom stuk ik hier zo hard in? Ja, waar zijn mijn CSGO skills? Man, man, man. Oké, kijken naar welke. Hoe meneer de. Eat! Even eten. Oké, nu komen de lastige torens. Oké. Juist. Oké. Nee, wacht, dat is geen goed idee. Ja, blijf maar daar, hond. Oké. Oeh, nee. Die heeft mij proberen rammen. Hij is gevaarlijk bezig. Ah, what the fuck. Mag je daar weggaan? Ja, zeg, godverdomme.
Nee. Oh. Oh. Oh my fucking god. Oh my fucking god. Oké, was dat de hoogste? Ja. Dat denk ik. Oh, kijk al die Endermans daar. Uh-oh. Oh. Nee. Oké. Au. Fuck you, dragon. Oh, this is getting out of hand. Now there are three of them. Oh, fuck you. Even regenen. Is dat de laatste? Ik denk het wel. Besef. Besef hoe close ik juist niet tot mijn dead was gevallen. Oké. Even een nieuwe night vision gepakt. Eat. Ik haal die Endermans uit boven. Nieuw ladders. Oh, dat is een goeie water. Oh. Oké. Oh, fuck off. Oké. Dat is alles, denk ik. Qua torens. Oké, dit gaat vrij goed tot hiertoe. Tot hiertoe wel. Dus mijn... Oké, mijn webcam is aan het opnemen. De game ziet er daaruit, maar er komt een night vision. Wacht even. Oké. Ja, blijf maar lang zitten. Nee, nee, nee. We gaan weg met je hoofd. Oké. Mooi. Oké, nu gaan we weer schieten. Oh, mooi gletsjer. Mooi gletsjer. Auw. Ook dan twee keer. Oh, pfff. The fuck. Zonder die Enderman. Oké, maak even bij je kont. Bij je kont, bij je kont. Zo. Ik heb hem bijna. De Enderman is ook gewoon kwaad op hem. Ja, ik versta het wel. Hij zit er gewoon even... Oh. Die Enderman zat er gewoon daarboven te chillen. En hij dacht... I'm about to end this whole man's career. Ik ben trouwens... Mijn slow falling potions vergeten vallen er juist pakken. En dat was bijna mijn dood. Oké. Oké, hij maakt het zelfs gemakkelijker voor mij. Bedankt. Oké. En... Yes! Yeah! 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 Green shot. Oh! Yes! Ik heb het gedaan! Ik ben de Minecraft koning! Ik heb de Ender Dragon verslaan! Yes! Yes! Hey, fuck you! Wat hè? Je hebt een Ender Dragon verslaan! Oh, ik kan het niet geloven! Level 67! Oh. Oh my god. Ik dacht dat deze super lang ging duren, maar... Dit was de Ender Dragon, boys. Kijk hoe vaak dat ik daar heb gemist. Wow, yo. Daar is een endgate trouwens gespawnd. Maar die moet je niet doen. Die moet je niet doen. Want deze versie is aan glitch. Kijk, ik ga ook gewoon hier eens kijken naar de eind. En als je eens kijkt. Kijk hoe een raar gevormde eind. Kijk, die Enderman, dat is nog wel sad, jong. Wow. The big sad.
The Big Sad. Oeh. Ja, wie had gedacht dat ik in deze wereld de Ender Dragon ging verslaan? Het was eigenlijk niet zo moeilijk. Ik was wel bijna één keer tot mijn dood gevallen. Ah, oh, fucking hell. Mijn schild is trouwens kapot, ja, precies. Ah, rip mijn schild nog wel. Ja, ik kan het niet geloven. Ik kan het niet geloven. Het is mislukt. Ik heb amper ook iets gebruikt van mijn stuff. Mijn bow heeft het overleefd. Unlimited power heeft het overleefd. Maar, ja. Die Endermen zijn erboven altijd aan het chillen. Oké. Ik kan. Mooi. Oeh. Ja, Rip the Dragon. Ik heb zelfs Iron Bars. Laat ik hier snel een penis mee maken. Het is maar een kleine penis, maar een penis is een penis. Dat is een duimpje. Ja. Doe een duimpje omhoog! Oké. Ja, ik kan de credits springen. Dus de eerste keer zelfs. Oh, hey, webcam. Webcam. De eerste keer ooit dat ik Vanilla de Ender Dragon versla. Zonder tussenkomst van Creative. En het is een hardcore. Het is een hardcore. Ik weet niet, misschien ga ik voort in deze serie. Ik weet niet wat ik moet doen. We zien wel. Ik wil gewoon een survival. Ik had de krijt zal laten rollen. Ik had de krijt zal laten rollen. Ja, dit was het dan, boys. Minecraft. Java Edition, sorry. Java Edition. I see the player you mean. Nee, ik weet niet, maar even serieus. Gletscher, ja, dat ben ik. Yes, take care. It has reached a higher level now. It can read our thoughts. That doesn't matter. I think we're a part of the game. I like this player. It played well. It did not give up, that's what. It is reading our thoughts. Esta. Hoe moet je dat woord uitspreken? They were words on a screen. That is how it chooses to imagine many things. When it is deep in the dream of a game. Words make a wonderful interface. Very flexible. And less terrifying than staring at the reality behind the screen. They used to hear voices before players could read. Back in the days when those who did not play called the player witches and warlocks. And players dreamed they flew through the air on sticks powered by demons. What did this player dream? This player dreamed of sunlight and trees, of fire and water. It dreamed, it created, and dreamed, and it destroyed. It dreamed, it hunted, and it was hunted. It dreamed of shelter. Ha! The original interface, a million years old, and it still works. But what true structure did this player create in reality behind the screen? It worked with a million others to sculpt a true world in the fold of the blah blah and created a four blah blah in the. It cannot read that though. Ik kan niet zo snel lezen, Minecraft gaat draaien. No, it has not yet achieved the highest level that it must achieve in the long dream of the life, not the short dream of a game. Does it know that we love it? That the universe is kind? Sometimes, through the noise of its thoughts, it hears the universe, yes. But there are many times, it is said, in the long dream, it creates worlds that have no summer, and it shivers under a black sun, and it takes its sad creation for reality. To cure it of some of sorrow would destroy it. The sorrow is a part of its own private task. We cannot interfere. Sometimes, when they are deep dreams, I want to tell them they are building true world's reality. Sometimes, I want to tell them of their own importance to the universe. Sometimes, when they have not made a true conviction of what would help them speak the world they fear. It reads a thought. Sometimes, I do not care. Sometimes, I wish to tell them this world you take for truth is merely blah blah and blah blah. I wish them tell that they are blah blah. In the blah blah, they see so little reality in a long dream. And yet, they play the game. But it would be so easy to tell them. Too strong for this dream. To tell them how it lives. How to live is to prevent them living. Okay, sorry. I will not tell the player how to live. The player is growing restless. I will tell the player a story. But not the truth.
No, story. That contains the truth safely in a cage of words. Not a naked truth that can burn over any distance. Give it the body again. Yes, player. Use its name. Gletcher, player of games. Good. Take a breath now. Take another. Feel air in your lungs. Let your limbs return. Yes, move your fingers. Have a body again. Under gravity, in air. Respawn in the long dream. There you are, your body touching universe again. At every point, as thought, you were separate things. As thought, you were separate things. What? Who are we? Once we were called the spirit of the mountain, father, sun, mother, moon. Ancestral, who speaks out, spirits, animal spirits, yin, jaws, ghosts, the green man, then gods, demons, angels, leptons, squawks, the world change. We do not change. We are the universe. We are everything you think isn't you. You are looking at us now, through your skin and your eyes. And why does the universe touch your skin and throw light on you, to see you, player, to know you, and we know and shall know it. Yeah, but once upon a time, there was a player. The player was you, Gletcher. Sometimes it thought itself human. On the skin thrust of a spinning globe of melted rock, the ball of a molten rock circled and a bell of glazing gas. It was 330,000... Okay, that's took you a skipping. Sometimes the player dreamed it was a miner. On the surface of a world that was flat and infinite. The sun was a square of white. The days were short, there was to do, and that was a temporary inconvenience. Sometimes the player dreamed it was long lost in story. Sometimes the player dreamed it was other things in other places. Sometimes the dreams were disturbing, sometimes very beautiful indeed. Sometimes the player dreamed it was words on the screen. Let's go back. The others on the player were scattered in the grass, in the rivers, in the air, in the ground. A woman gathered. The atoms she drank, she ate and inhaled. And the woman assembled the player in her body. And the player awoke. Fuck yeah. From the warm, dark world of its mother's body into a long dream. And then the player was a new story. Never told before. Written in letters of DNA. And the player was a new program. Never run before. Oh. You're the player. The story. The program. The human. Made from nothing but milk and love. Let's go further back. The 7 billion, billion, billion atoms of the player's body were created. What the fuck is it, Sils? Long before this game, in the earth, eerst was emotioneel, maar nu. So the player too is information from a star, and the player moves through a story called in the forest of Emily, planned by a man called Julian. A flat in the world called Marcus, created by Shush. Sometimes the player created a small private world that was soft and warm and simple, sometimes hard and cold. Yeah, nee, that's a random. Electrons and protons, okay then? Sometimes it's called them planets and stars. Sometimes it believed it was in a universe that was made of energy, that was made of and sun, zeros and ones, line of codes. Sometimes it believed it was playing a game. Sometimes believed, I couldn't believe it was a game. You're the player, reading words. Shh. Sometimes the player read lines of a code on the screen. Decoded them in the words, decoded in meaning, decoded them in their feelings, emotions, theories, and everything. Your life. And sometimes the player believes the universe had spoken it to it through the sunlight that came through the shuffling leaves of the summer trees. Hoe lang gaat het nog? And sometimes the player believed that the universe had spoken through it light that fell from the script, nights of sky of winter. Okay, let's skip it. And sometimes the player believed the universe had spoken to it through the zero and ones, through the electricity of the world, through the scrolling words on the screen at the end of a dream. And the universe said, I love you. And the universe said, you have played the game well. And the universe said, you everything you need is within you. And the universe said, you're stronger than you know. And the universe said, you are the daylight. And the universe said, you're the night. And then the universe said, the darkness you fight is within you. And the universe said, the light you seek is within you. And the universe said, you're not alone. And the universe said, you're not separate from every other thing. And the universe said, you're the universe tasting itself, talking to itself, reading its own code.
And the universe said, I love you. Because you're love. And the game was over. And the player woke up from the dream. And the player began a new dream. And the player dreamed again. Dreamed better. And the player was in the universe. And the player was love. You're the player. Wake up. Zegt de game dat ik nu moet stoppen met Minecraft? Omdat ik net verder moet spelen met Minecraft. Tot ik niet meer kan. Ik ga verder spelen tot ik niet meer kan. Oh shit, nu zijn pas de credits. Dat was... Original creator. In dingen, in 1.14 wordt hij niet meer vermeld. Dus we zijn eigenlijk nog in de laatste versie aan het spelen. Waarin Notch nog vermeld wordt. Marcus Persson. Oké. Ik had wel een muziekje verwacht. Ik vind het sad dat er geen muziekje is. Ho, ho, ho. Ja. The Ender Dragon is dood. Ja. Hier, leuke credits. Ja, dat is mooi. Ja, ik word emotioneel, jongens. Game developers. Ja. Waarom ben ik nu met mijn webcam aan het fucken? Oké, sorry. Dat gaat ook leuk worden. Wacht, hè. Good enough. It's good enough, okay? So please. Accept that it's good enough. Oké, ik heb geen idee wat ik aan het doen ben. Ja, de credits zijn het rollen. En ik laat altijd de credits rollen uit respect voor de makers. Ik heb ook met mijn andere Let's Plays gedaan die af zijn. Met Outlast Rizzlelore, met Outlast 2. Maar het is gewoon ondertussen zo lang geleden dat ik nog eens een Let's Play heb afgemaakt. Mijn probleem is, ik ben nu zo hard aan het twijfelen om deze Let's Play gewoon voor te zetten in 1.14. En misschien de Belgische Phil zat te worden. Waarom niet? Maar... Langs de andere kant zat ik ook gewoon te denken om een survival wereld te starten, dus ik weet het niet. Ik wou ook nog Terraria spelen. Misschien No Man's Skies, misschien City Skylines. Minecraft blijft sowieso op mijn kanaal, dat weet iedereen. Minecraft is nooit weggegaan op mijn kanaal. Het is allemaal begonnen bij Minecraft en het zal ook eindigen bij Minecraft. Ja. Hardcore af, jongens toch. Ik zweer het, het was te... toch even gesnipt toen ik daar naar beneden viel. Ik heb zoveel geluk dat ik juist in het water was gevallen. Zoveel geluk gehad. Oh mijn god. Want ik had ook op voorhand geoefend. En toen was ik 2 keer dood gegaan met dezelfde gear. Dus ik had wel wat stress. Maar het is uiteindelijk gelukt. En ik zeg, het was ook wel het perfecte moment dat de night vision weg was gegaan. En toen dat de night vision was, toen begon de weg was, het effect van de potion, begon Ender Dragon zo mooi te exploderen. Dus ja, dat was wel mooi. Uiteindelijk, ik heb zo veel potions gemaakt, zo slow falling potions. Heb ik ze gebruikt? Nee. De golden apples heb ik wel heel hard gebruikt eigenlijk. Ik denk dat zonder de golden apples, dat ook af en toe wel nipt was geweest. Dus... mochten jullie zelf ook ooit voor Ender Dragon gaan, neem zeker Golden Apples mee. En ook van Slow Falling, want als ik daar niet zoveel geluk had gehad, was ik dood geweest. Als ik zegt, ik had Slow Falling moeten pakken. Maar ja, in the heat of the moment denk je daar niet aan natuurlijk. Hè. Ja. Dat gaat lekker veel editen worden. Waarom denk je daar nou aan? Ja. Ja. Ik moet hiermee naar HoloLens stappen. Van, yo guys. I defeated the Ender Dragon hardcore. Zou het me lukken? Ik weet het niet. Zou ik in de krant kunnen komen? Of HoloLens me nog wel lukken? Like, yo, eerste Belgische YouTuber heeft Ender Dragon verslaan in de allermoeilijkste game mode van Minecraft. Ja, dat zal nog wel episch zijn. Zo. Echt wel fucking episch zijn. Lydia.
Rickard Herlitz. Vraag me af wat, wie dat tekst niet wel heeft geschreven eigenlijk. Of wat de, ik snap wel wat de betekenis erachter was. Dat de betekenis was dat je je zo kon inleven in Minecraft, dat hij eigenlijk gewoon inderdaad echt gewoon een aparte virtuele wereld voor u is geworden, waar je aan gebonden bent. En dat het eigenlijk gewoon een lijntje van code is. En dat is inderdaad wel waar. Het zijn allemaal nulletjes en eentjes, dat is het. Elektriciteit dat door onderdelen gaat, door transistors en zo. Dat is Minecraft. Oké, okay, wel heel hard van de koor natuurlijk. Maar... Je snapt wat ik bedoel, hè. Je snapt wat ik bedoel. Ja. Shit. Ja. Finally I can rest my case. Nee, nee. Wacht, hè. When I'm done. Join the dragon will no longer exist. I can watch a sunset in the grateful universe. Is het sunset? Ah, oh, de sunset is nu bezig. Wacht. Oh, dat is jammer. De zon is onder. Ja. Ender Dragon verslaan. Eerste keer Ender Dragon in motherfucking hardcore. Wie doet mij dat na, hè? Hè? Geen idee. Misschien wel een paar mensen. Ik ken ze niet, maar ze zullen er zijn. Ik heb dus al te veel tors gekregen. Ja. Ik denk dat mensen wel liever hebben dat ik verder ga met hardcore. Maar toen ik een beetje zo stom de Ender Dragon verslaan. En dan ga ik opnieuw beginnen in survival. Ja, what the fuck is het nu te retard? Oké, sorry. maar als ik verder ga in deze wereld, ga ik sowieso wel een nieuwe base bouwen, denk ik. Aan de andere, in de buurt van de Strongholds. Omdat, ja, ik vond het daar veel chiller. Misschien is het wel leuk om te zeggen, maar kijk, we laten het huisje staan in de sneeuwbuien. Al aan onze herinnering, toen het Ender Dragon nog niet was verslaan, snap je? En dan kunnen we misschien Woofie 2 en Woofie 3 meepakken naar ons nieuw huis. Ik weet het niet. Maar ja, snap je, ik heb nu 67 levels. Daar kan ik redelijk wat mee enchanten. Daar kan ik redelijk veel mee doen. En natuurlijk, hè, mocht ik dan verder gaan, dan doe ik natuurlijk wel voort in 1.14. Dan ga ik niet... Dit is sowieso de laatste video in 1.13. Want ik ga ook niet in 1.13 blijven spelen natuurlijk. Het was gewoon van, ja kijk, ik wil deeltje tot de einde dringen af hebben in 1.13. Kijk, ik ga gewoon vragen... ik weet het niet... ergens zal ik wel een survival starten. Op zich kunnen we altijd nog teruggaan naar deze wereld. Maar ja, ik weet, het is zo stom ermee te stoppen, hè. Ja, lastig. Hè? We kunnen natuurlijk, ja, we kunnen door zijn N-gateway gaan. Maar mijn ding is mijn hardcore natuurlijk. Als je dan doodgaat, het gebeurt niet per se, zal ik maar zeggen. En je gaat dood, dan is alles voor niks geweest. Oké, ik heb alles wel gerecord, maar. En je kunt je wereld spectaten, dat gaat ook. Maar dat is zo stil, je kunt de wereld dan spectaten als je dood bent. En je kunt er gewoon eens doorzien. En dan ben ik zo stom, oké, je kunt de wereld nog spectaten, maar je kunt er niet meer in bouwen. Ja, dan had je toch even gewoon survival kunnen spelen. Dat is mijn mening of zo. Net zoals bij Filza. Bij Filza was dat heel sad. Die doet in 5 jaar een hardcore. Die had zijn ziekste basis ooit. En dan gaat hij gewoon dood door een baby zombie of een fucking chicken met een iron sword. Die was ik ook tegengekomen. Ik weet niet of dat op... Ja, ik heb dat op camera zelfs. Ik weet het eigenlijk niet. Ja. Oké. Okay. Hardcore over, boys. Hardcore over. Oh, why is my camera open?
Ik wil sowieso alle mensen echt wel bedanken die me blijven zijn supporten. Ik heb nog nooit een serie gehad met zo'n goede support. Op zich, ik ga natuurlijk wel toegeven, tegen het einde aan was de support wel een beetje afgezwakt. Vanaf dat ik de eerste keer... Het ging eigenlijk zo, in het begin was de support massief goed. Dat was in altijd massief goed en dan ging ik dood. En toen was ik zo van, oh shit, deze is niet goed. Het is hier één guy. En ja, toen was ik opnieuw begonnen. En toen was het even goed. En ik heb lange tijd niet geüpload. En ja, toen is de support een beetje... naar beneden gezakt. But we did it, boys. Minecraft Hardcore is finished. Ah ja, de Ender Dragon is verslaan. Daar nog verder gaan in deze wereld. Ja, dat zullen we nog wel zien. Maar ja, gekke shit. Gekke motherfucking shit. Ik had niet gedacht dat ik eigenlijk zo snel... Ik had eigenlijk gedacht dat ik heel de zomer ging nodig hebben voor de Ender Dragon. En het is nu 3 juli. En ik heb de Ender Dragon al verslaan. Het is net hetzelfde beetje als je zo veel eerder klaar bent met je huiswerk. En zei ze van, ah, oké, ik heb nog meer tijd. Nice. Is het woensdag? Oh. Morgen naar de tandarts. Ik heb mijn tanden niet goed gepoetst. Ik heb ze wel goed gepoetst, maar ook weer niet. Want ik moet een gatje laten opvullen. Tegen die krijtzuur wel lang, hè. Ik wist niet dat er zoveel man werkt aan deze game. Ja, zie. Ja, zie. Zie je? Je hebt zo'n spleetje in mijn tanden. Dat is wel heel klein als je dat goed ziet. Ja... Dat moet nog opgevuld worden, maar ook weer niet. Ik mag kiezen of het mag of niet. En als het mag, dan, als ik het wil, zal ik het zo zeggen. Dan kost dat massief veel. En dan moet ik 5 uur in een stoel zitten. No, ain't doing that, man. Nee. Nee. Ender Dragon dood. En son of a bitch is eindelijk dood. Oeh. Ha. Man. En dan kan ik voor een Elytra gaan. Dat zou wel fucking vet zijn. Hè. Ja, ik weet niet wat ik ga doen. Ik weet echt niet wat ik ga doen. Oh, 20 years from now, you will be more disappointed by the things that you didn't do than by the ones you did. So true of the bowlines. Sail away from the safe harbor. Concentrate winds in your sails. Explore, dream, discover. Unknown. Met andere woorden, get off your ass en ga iets anders doen dan Minecraft. I will do, thank you. Maar jullie hadden niet zo'n goede game moeten maken. Hij gaat nu gewoon zo'n infinite dirt scherm zijn. Nee, dat gewoon nu zwart. Word ik wakker? Is het gewoon hoofdscreen of? Level 67. Woofie 1, Woofie 2, Woofie 3. Ik ben terug, jongens. Ik ben terug. Oh, mijn boot is wel achtergebleven, de Woofie 2. Ja. Kijk, neem nog een goede look. Het is de laatste keer dat we deze wereld gaan zien. Misschien. Of toch, in deze beest gaan we niet meer vaak zijn. Maar. Dit was het dan, jongens. Ik ga deze video afsluiten. Ik ga deze let's play afsluiten. Dus, vond je deze video leuk? Was het een blauw duimpje omhoog? Abonneer de volgende keer. En de volgende keer gaan we verder met iets anders. En ik zei... Ciao. Oké. Ik ga beginnen in de kennis. Oké.
Yo guys, Letch hier. Met vandaag een nieuwe video. En vandaag is een nieuwe serie. Vandaag spelen we Minecraft... Oh, fuck. Vandaag spelen we Minecraft Survival Seizoen 1. Yo guys, Letch hier. Met vandaag een nieuwe video. En vandaag is een speciale video, want vandaag is het Minecraft UHC Seizoen 1.